En in the blink of an eye, it would just go psh, and take off. Hele snelle bewegingen maken. Dan moet je denken aan kilometers per seconde. And disappear together. Voilà. Het is zo'n onderwerp dat meestal lacherig wordt besproken. Of vaker nog, belachelijk wordt gemaakt. Het bestaan van UFO's, van vliegende schotels. Is this thing a flying disc out by C-17? People think it's a joke, so they ridicule it. Je hoeft hier niet in te geloven. Die dingen bestaan gewoon. This area here was just sparkling with lights running up and down it. It was quite special. You know, we're rational people who saw an irrational thing. De afgelopen jaren zijn er alleen al in Nederland 6 meldingen geweest van de luchtverkeersleiding of piloten die een object hebben gezien waarvan ze niet weten wat het is. There are about 5% of cases that have enough data to be able to eliminate any conventional explanations. De Franse regering heeft onderzoek gedaan naar honderden van die onverklaarbare vliegende objecten. Ze komen in dit rapport tot een saillante conclusie. De buitenaardse hypothese is de meest waarschijnlijke. De UFO-dossiers. Worden we bezocht door buitenaardse of is het gewoon een onbegrepen aards fenomeen? Eén ding is zeker, het is tot op de dag van vandaag een mysterie en blijft een fascinerende zoektocht. It's the kind of thing that does mark your life when you've seen something of this sort, because it leaves you with a big question mark. Het is en blijft mysterieus. Een onbekendes flugobject had gisteravond voor grote aufregung am Bremer Flughafen gezorgd. Bremen, Duitsland, afgelopen januari. Het vliegverkeer wordt voor een paar uur stilgelegd omdat er een onbekend object boven de stad vliegt. Een rote leuchte en een etwas gelblicheres licht. Dat vloog recht langzaam. De politie beschrijft dieses object als hubschrauberähnlich. Het is wereldnieuws. Het Europese luchtruim is een van de best beveiligde ter wereld. En opeens vliegt daar een onbekend object dat een gedeelte van het luchtverkeer lamlegt. Hoe kan dat? UFO's zijn toch science fiction? Even googlen en de filmpjes van vliegende schotels van over de hele wereld zijn zo te vinden. Afgelopen week nog ontstaat er veel commotie over deze foto, gemaakt door het marswagentje Curiosity. Hierop is een vreemde lichtstraal, een UFO op Mars te zien. Maar zijn al deze beelden echt of in scène gezet? Most of the stuff you find on the internet is probably not, I would say definitely, is not worth very much because it's not rigorous enough. We ontmoeten Leslie Kane, Amerikaans journalist en schrijfster van dit boek, inmiddels een bestseller. Meer dan 10 jaar is ze op zoek naar betrouwbaar bewijsmateriaal over het UFO-fenomeen. It's one of the best, if not the best pictures on record of a UFO. And we have to remember this was taken by a government plane by an automatic camera. So we absolutely know that this picture couldn't possibly have been hoaxed or anything else. Voor haar onderzoek interviewt ze tientallen hoge militairen, piloten en topambtenaren van over de hele wereld. I have done interviews with generals, many generals, within various air forces in different countries that know without a doubt that there's a phenomenon there. And there's another fantastic photograph, is this one. It was taken in the United States in the 1980s, 1987 actually. The acronym UFO simply means unidentified flying object. It doesn't mean alien spaceship. Anything else except something in the sky that's not explained. I've got a definite contact by 12 o'clock. Very bright yellow object looking, well, like a cigar. And all the passengers can see this. 23 april 2007. Vlucht 544 is op weg van Engeland naar Alderney, een van de Kanaaleilanden vlakbij de Franse kust. Weather was fine, good visibility. 20 minuten na het opstijgen ziet piloot Ray Boyer opeens iets vreemds aan de horizon. I asked the air traffic controller, do you have an aircraft in my 12 o'clock? So yeah. Roger. I do have a primary contact 8 miles or so to the west of Alderney. Het object wordt dus opgemerkt door de radar. Als Ray Boyer dichterbij komt met zijn vliegtuig, ziet hij iets heel opmerkelijks. All I saw really was this brilliant yellow object with this dark band
And at the edges of the dark band was this very sparkling light between the dark and the yellow. I looked out the window and I could see a very, very bright light. Kate Russell zit op dat moment ook aan boord van het kleine vliegtuigje. Ze is op weg naar huis. Ze woont op het eiland Alderney en heeft deze route al vele malen gevlogen. I assumed, because you assume that everything is perfectly normal and that there's a logical explanation for everything, I assumed that perhaps it was sunlight reflecting off the windscreen on a boat or something of that sort. It was that kind of brightness. There's a second one just appeared behind the first one from where I am. Then it's beyond it, farther away, was a second one. The same. De luchtverkeersleiding vraagt dan aan andere gezagvoerders of ze de objecten ook kunnen zien. Just hanging there, yeah, just stationary. Een piloot van de luchtvaartmaatschappij Blue Island Jetstream antwoordt bevestigend. We've got something about 8 o'clock resembling the description. Very soon I saw a second light, which looked more or less as though it were over where the airport would be. So the idea that it was a light from a boat no longer held any merit, because this other light would have been where the land was. It was frightening. It was pretty scary. These were very, very large aircraft that obviously weren't supposed to be where they were. So they're uncontrolled. They're out of air control. So I didn't know where they were going to go, what they were going to do. What's fascinating about his case was the massive size of the objects that he saw, and he was given a reporting form. When he landed, he immediately filled it out, and he wouldn't have thought twice about not doing it, because there was a safety aspect. When something is sitting over there in the sky, massive thing, you got to report it. What happened with the report? What happened was nothing. And that's what happens with all the UFO cases. There's nothing to report. There's the normal reply is that it's no threat to British airspace. Sinds 2007 is er een Europese richtlijn die piloten en luchtverkeersleiders verplicht om een UFO te melden bij het analysebureau luchtvaartvoorvallen van de inspectie. Sinds deze richtlijn zijn er in Nederland 6 officiële UFO-meldingen gedaan. We mogen de dossiers niet inzien vanwege de privacy. Er is geen onderzoek naar gedaan. Het zou de luchtverkeersveiligheid namelijk niet in gevaar hebben gebracht. De openlijke stellingname van autoriteit is vaak van nou, het is een weerfenomeen of het was een luchtballon of het was iets anders. Maar het was allemaal heel triviaal en we hoeven dus verder ons geen zorgen hierover te maken. We spreken dokter en ingenieur in de lucht- en ruimtevaart Koen Vermeeren. Hij schreef dit boek, UFO's bestaan gewoon. Hij wil niet geïnterviewd worden bij de TU in Delft, waar hij al jaren werkt. Het is een te delicaat onderwerp. Ja, het ligt heel gevoelig. Op dit moment willen grote instituten, zoals een TU Delft, niet geassocieerd worden met dossiers waar ze zich liever niet aan willen koppelen. En het buitenaardse dossier is dus een van die dossiers waarvan ze zeggen, je mag er rustig over praten, maar liever niet in huis. Het UFO-fenomeen serieus onderzoeken is een taboe in Nederland. Het wordt belachelijk gemaakt. Dat blijkt ook wel uit dit kunstwerk, een UFO-landingsplaats in het dorp Houten. Voor het geval de groene mannetjes ons komen bezoeken. Het zit in de volksaard. Al jaren wordt het geassocieerd met gekke ruimtewezens en vliegende schotels. Het is allemaal fantasie, want het komt uit Hollywood en er wordt alleen in science fiction over geschreven. En als je het dus serieus neemt, dan neem je dus iets serieus wat niet serieus is. Al die kalme en nuchtere Nederlanders zien dat de opwinding verdwijnt wanneer er een schotel met een kop koffie van Boffy verschijnt. Want Boffy Koffie is Albert Heijn's koffie. November 1989, 5:15 in de avond. Honderden Belgen zien in de omgeving van Luik vreemde objecten in de lucht. There were these triangular shaped objects. Each corner had a very brilliant white light and then a red light in the center. And they kept reappearing over the country. De honderden getuigen, waaronder 13 politieagenten en een kolonel van het Belgische leger, beschrijven zonder dat ze elkaar hebben gesproken allemaal hetzelfde. Driehoekige objecten met felle lichten. Deze objecten waren in staat om stil te hangen, ook grote afstanden geluidloos af te leggen. And to see something hovering, making no sound, and then take off at the blink of an eye and disappear,
There is no technology we have that we know of that can do that. Oui, bonsoir, Patrick Vidal à l'appareil. Het land is in rep en roer. Het is volop in het nieuws. De maanden daarna worden door honderden mensen UFO-meldingen gedaan. La Grange en l'air. Tout qu'on aura pu identifier, mais avec des puissants phares. Des puissants phares dirigés vers le sol. De overheid vraagt generaal De Brouwer van de Belgische luchtmacht om de zaak te onderzoeken. Er worden straaljagers op afgestuurd. Een van de hypotheses is inderdaad UFO. Maar een andere hypothese is dat het misschien laserprojecties zijn, dat het holograms zijn. Na een jaar hebben ze 25 dossiermappen aan getuigenverklaringen verzameld. In geheime documenten is te lezen dat ook de Amerikanen betrokken zijn bij het onderzoek. Tijdens een persconferentie in 1990 maakt generaal De Brouwer bekend dat de Belgische luchtmacht na alle onderzoek niet weet wat de objecten zijn geweest. The people involved in the investigation are convinced that this could not have been something from another country, so we're sort of stuck. We don't have an explanation. De Belgische UFO-golf is inmiddels een begrip. Hoe kan het dat objecten stil blijven hangen in de lucht, zonder geluid te maken en ineens wegschieten? Dat is met de huidige wetenschap niet te verklaren. Tot op de dag van vandaag blijft het een mysterie. De consequenties zijn gigantisch op het moment dat we accepteren dat de stand van onze huidige wetenschap geen antwoord heeft op dit soort objecten. 10 jaar na de UFO-golf komt dit onderzoek naar buiten, het zogeheten Cometa-rapport. Verschillende hooggeplaatste militairen en topambtenaren uit Frankrijk onderzoeken meer dan 100 UFO-meldingen van over de hele wereld. Deze commissie was buitengewoon zwaar. Dus je praat over mensen uit de wetenschap, maar ook uit het militaire apparaat, uit de overheid zelf. Mensen met enorme staten van dienst. De conclusie van het Franse rapport is nogal opmerkelijk. Hun conclusie is: de buitenaardse hypothese is verreweg de meest waarschijnlijke. Voor de Franse overheid reden genoeg om het UFO-fenomeen te laten onderzoeken door JEPAN, onderdeel van de Franse ruimtevaartorganisatie. Er wordt nauw samengewerkt met de politie en het leger. Vrijwel iedere dag krijgen ze een melding van een onbekend vliegend object. 80% heeft een logische verklaring. Maar 20% blijft onopgelost. Ook in Zuid-Amerika nemen ze het Cometa-rapport serieus. We leggen contact met José Le, hoofdonderzoeker van de CFAA, de Chileense organisatie die de UFO-meldingen onderzoekt. We admit the possibility, the strong possibility that it might be of extraterrestrial origin. If you look at the sky at night in Chile, and you look at the view we have there, it would be so absurd to think that this little speck that is the Earth on space, we are the only ones existing in the whole universe. In countries like the Netherlands, there's a lot of mockery on UFOs, but in your country, they take it very seriously. Worldwide, there are many scientists that will say, no, it is not true. They think it is impossible. And we cannot say you are right or you are wrong. We cannot call them that because they are the scientific community, right? But we cannot also ridicule the people. How can we say the pilot is wrong, is crazy, the radar is not working at the same time, and the people from the tower control that came out and saw it, they are all crazy. How can we say that? Maar juist dat belachelijk maken gebeurt iedere keer weer. 13 maart 1997, Phoenix, Arizona. Duizenden mensen zijn getuigen van een cirkel van lichten die boven de stad zweven. What did they see? These extraordinarily massive, silent vehicles with some kind of lights on the front in a V-shaped that just blew, you know, startled everybody. The constant reports that people made were the size. They were absolutely huge. Some people said they were a mile long. De Amerikaanse luchtmacht komt niet met een verklaring. Sterker nog, de hete aardappel wordt doorgeschoven naar de gouverneur, die een memorabele persconferentie geeft. And now I'll ask Officer Stein and his colleagues to escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. De gouverneur van de staat Arizona heeft ervoor gekozen
om zeg maar een collega in een soort alien kostuum te hijsen, de pers uit te nodigen en te zeggen, kijk, we hebben hem gevonden, hier staat hij. Belachelijk maken. Daarmee duizenden mensen in hun hemd zetten die serieus een waarneming hebben gedaan, daar met elkaar over hebben gesproken en gezegd, we moeten dit rapporteren. 10 jaar later bekent gouverneur Symington dat ook hij getuige was van de UFO en dat hij spijt heeft van zijn optreden. I was never happy with this silly explanation. There might very well have been military flares in the sky that evening, but that sure wasn't what I and what hundreds of my fellow citizens saw. I still don't know what it was. As a pilot and a former Air Force officer, I can definitively say that this craft did not resemble any man-made object that I'd ever seen. De wetenschap sluit inmiddels niet meer uit dat er buitenaards leven bestaat. Maar de gedachte dat deze wezens onze aarde bezoeken, gaat de meeste wetenschappers veel te ver. Het kan gewoon niet. Welke vermoedens er ook zijn ontstaan na alle getuigenverklaringen in de UFO-dossiers. In ons domein denken we ook na over het reizen naar andere sterren. We denken ook na over andere vormen van energievoorziening en transport. Het feit dat we dat nog niet kunnen, is natuurlijk geen maat om te zeggen dat andere beschavingen dat eventueel toch wel zouden kunnen. Terug in Alderney, waar de eilandbewoners het verhaal van Ray Bowyer niet gek vinden. Integendeel, hier zijn de sterren 's nachts nog zichtbaar aan de hemel. Ze zien wel vaker iets vreemds. Do you think that it's extraterrestrial? I get asked this question a lot. Is it extraterrestrial? And my normal answer is they're not local. They're not from around here. So frankly, yes. It's a story that needs to be told. It's, you know, we're rational people who saw an irrational thing. And therefore, if we can interest other people in exploring it who have the expertise, we'll get to an answer sooner.